Ja mensen, ik zit met een probleem. Ik heb hier deze houtfabriek gemaakt, maar ik heb nog geen storage waar dat mijn items naartoe kunnen. Dus ja, deze machine staat hier dus maar te schimmel en ik kan hem niet aanzetten daardoor. Dus daar gaan we aanpassingen maken. Want in deze video ga ik verder werken aan deze kant van de haven. Nu ziet het er heel mooi uit, prachtig, met allemaal random ding, bamboe, cactus, mijn villager en een beetje water van mijn sugarcane farm. Maar oké, we gaan beginnen met de storage. Dat we een grote storage hebben voor al mijn materialen zo op te slaan. Zo. Ja, dit is vanaf nu Peter de Vlieg. Peter de Vliegende Vlieg. Petertje. Petertje. Dag Peter. En heel zijn leven had hij nu op deze stoel zitten. Ja, heel zijn leven zit hij vast op de stoel. Net zoals mijn schildpad. Willy de schildpad. Maar ja. Hem is het al gewend. Willy de schildpad. Hij is knowledge aan het bijnemen uit het magische boekje. Ja, ten niet dat hij hem kan vervelen, want hij heeft allemaal boeken om uit te lezen. Zeker. We beginnen met de layout af te tekenen op de grond met stone. Nu dat ik dat hier bekeek, is het eigenlijk echt wel heel groot. En ik kreeg het nieuwe idee om eerst heel dit stuk hier te terraformen. Dus geef ik jullie een korte timelapse. Yes. En ik heb ondertussen de straat vernieuwd omdat deze blok er meer op lijkt en heel dit gebied is geterraformd. Maar nu ga ik even Ancient Debris mine. Want ik ben degene met nog geen full netherite armor van de groep. Dat is een netherrack mine omdat ik dat genodigd heb voor mijn build. En ik moet nog mijn boots upgraden en mijn chestplate. Dan krijg ik de achievement! Yeah boy, I am full netherite armor. Cover me in debris speed. En op mijn lijstje stond er ook basalt voor de build. En gelukkig bij de netherportal, dicht daarbij, is er een basalt delta's baaien. Dan heb ik al twee grote delen van de bloks. Chipped, cobbled, netherrack voor de onderste laag. Dus laten we dat maar snel een keer gaan plaatsen. Hè. En zo zit de eerste laag er ook weer al op. En met deze eerste laag heb je al een beter beeld hoe groot de binnenkant is van dit gebouw. Om er al van af te zijn, wil ik ook al de vloer plaatsen van het gebouw. En toen ik mijn Ocean Monument maakte, moest ik enorm veel steen weghalen. Dus kan ik dat handig gebruiken voor polished stone te maken en te plaatsen. En het looks so clean, oh my god. En ziezo, de laatste blokken worden eigenlijk alweer geplaatst. And I like it. Looks good, looks good. Next step. De volgende blok is polished netherrack die er bovenop komt. En met dat er hierop dan nog een blok komt, wil ik een beetje een fade hem en dat mag niet zomaar een rechte lijn zijn. Dus plaats ik af en toe een paar blokjes omhoog. Wat wel nice zou zijn. En de volgende blok is sanded netherrack. Waarom zit Chip niet in Vanilla Minecraft? Allee, dat is zo mooi. Ik was al heel vergeten dat ik deze blok ook nodig heb. En als je mijn andere builds gezien hebt, weet je alvast waarvoor ik deze blok ga gebruiken. En dat is voor de roof. En de roof is met de lichte helling naar beneden. Om de drie blokjes ga ik een half blokje naar beneden. Daarvoor gebruik ik ook framed slabs. En dan kom ik bij de andere kant van het dak. En omdat ik maar één blok over heb, doe ik het met double slabs.
voilà. De roof is nu ook klaar. Voor de main structure nu af te werken, moet ik eigenlijk enkel nog de voorkant doen. En er gaan hier vier grote poorten komen. En voor extra stevigheid in het gebouw gebruik ik frame panels aan de zijkant met eroded basalt. Heeft ook wat extra squad def. Soms kom ik ook uit op een slab. Dan kan ik een slice stair gebruiken voor dit op te vullen. And looking good. Dan heb ik ook de rest gedaan van de pilaren. Waar ik ook soms een slice stair voor nodig had. En dan de zijde dat we eigenlijk niet zo vaak gaan zien, heb ik ook opgevuld. Aan de voorkant plaats ik ook weer slice stairs voor extra stevigheid. En dat val ik op met scortia en met eroded basalt. Ook heb ik genoeg ruimte voor een tweede verdieping. Dus dacht ik om raam toe te voegen dat de muur ook niet zo plat is. Dat val ik dan op met sanded en stripped oak wood. Ook komt er een afdakje boven de poorten. Die ervoor zou moeten zorgen dat er geen water in de poort waait. Daarvoor gebruik ik frame slabs en framed trapdoors. Die ik dan cover met stripped birch wood. Ook maak ik weer een kleine tussenstap, omdat ik een nieuwe blok nodig heb voor in mijn build. En dat is acacia. Ah ja, zoals je kan zien heb ik het dak er al in gezet. En het oranje van de roof, samen met de birch, past eigenlijk wel goed samen, vind ik. Ze gaan goed samen, like dat je kan zien. En als ik dan kijk naar het muur aan de acacia, dat is eigenlijk ook niet mis. Dus I'm quite happy about that. Dus ik heb 25, 50, 75, 100 garage doors nodig. Wel kost het 5 iron per 3. Dus dat is 2 stacks en 42 iron voor een decorative item waarvoor ik nog geen farm heb. Oh ja, ik heb ook nog die bloks van Jona. Dus dank u Jona. En zo, de poorten zijn geïnstalleerd. En dat ziet er al zoveel nicer uit. Dan aan de zijkant boven de deur wil ik ook een raampje maken. Ik gebruik frame double stairs voor de corners. Dubbele frame panels voor de zijkanten. En dan boven en onder gebruik ik frame double slabs. De buitenste rand vul ik dan op met mijn sanded netherrack. En dan de binnenkant vul ik dan op de frame panel met stripped birchwood. En dan de top met stripped oak wood. En dan ook een kleine vensterbank. Ook vul ik dan ook nog de ramen op. Met very nice glass panes. Nu heb ik basically gewoon veel drawers nodig. Ik heb een hout storage. Bijna 40k oak logs. Ah ja, ik vul eigenlijk gewoon heel de muur op met mijn oak drawers. De corners vul ik dan op met oak trims. Zo blijft dat connected aan de storage volgens mij. Het had gewoon één building zijn waar dat er eigenlijk enkel maar drawers staan. De eerste verdieping is al sinds voor Minecraft blocks. En misschien de tweede verdieping voor de modpacks. Anyways, dat moet ik wel nog zien. Ondertussen ben ik begonnen met de eerste muur op te vullen. Met de eerste pagina van de GUI. En dat wordt volledig wood. Ook lock ik mijn drawers met de key. Zodat ook al is mijn drawer leeg. Staat er nog een item in vast. Ook plaats ik op iedere locker een emerald storage upgrade. Zodat in plaats van 4 stacks ik 16k items in kan storen. Ik heb ook gekeken welke upgrades er allemaal zijn. Dus ik heb in de steen storage 2 storage upgrades. Plus nu een redstone upgrade. Waar dat ik de vullingsgraad kan van zien. Ondertussen heb ik ook al de wood storage volledig weggestoken. Nu ga ik beginnen aan de tweede pagina. De stone storage. En aan de voorkant staan er compacting drawers voor de ores. Maar goed, voorlopig dat is het voor de binnenkant. We gaan terug aan de buitenkant werken. Want het gebouw is niks zonder een laadkaai, is de naam. Dus ja, beginnen we met eigenlijk een omheining te plaatsen. Of ja, layout van de omheining. Zelfde blokpallet zoals de omheining op de haven en achter de houtfabriek. Ook met 2 parkings voor de medewerkers in het magazijn. En dan ook lijnen waar dat de vrachtwagens moeten staan voor hun materialen af te lossen. En dan de rest vul ik in met polished blackstone, die er redelijk goed uitziet als asfalt. Verse goten asfalt, ja. Maar oké, het moet ook veilig blijven voor de voethangers. Dus moet ik ook een hele lijn maken natuurlijk. Dat de voethangers weten waar dat ze mogen wandelen. En met dat nu gedaan is, moet ik nu ook wel de muren opvullen. Daarvoor gebruik ik weer een variatie van blocks. Small basalt bricks, flat basalt tiles, cracked flat tiles en sanded basalt. Echt, de modpack frameblocks en chips zijn zo nice dat je zoveel meer varianten hebt qua blocks.
Soms is het wel moeilijk om te weten wat je wil maken. Maar anyways, ik wil ook weer twee poorten maken, net zoals ik bij de houtfabriek. Ik heb een redelijk compacte versie gevonden, met een klein waterwiel, met water, de sequence gearshift, en gebruik ik een vertical gearbox voor dit te connecten met een mechanical bearing. Dan met een redstone blok kan ik dit gewoon testen, en het working very nicely. De andere heb ik ook ondertussen al gemaakt. Als we dat hier nu nog vlug vastmaken met superglue, verticaal en ook horizontaal, en dan op de pressure plate gaan staan, werkt deze ook. En ja, zo is het hele project nu afgewerkt. Off-camera moet ik ook wel nog de andere drawers opfilmen. Dat gaat met verloop van tijd gebeuren. Ik ga dat niet allemaal in één keer doen, of course. Ik heb ook tussenin deze hutjes gebouwd voor eigenlijk mechanismen te coveren. En ik vind het er echt nice uitzien. Ook is de houtfabriek te ver van de storage. Dus ik heb een drawercontroller hier geplaatst met een paar storage die de items dan in de controller sleeve steken. Die connected is aan de storage. Maar anyways, mensen, ik hoop dat jullie deze video natuurlijk leuk vonden. Laat het weten door te liken, laat ook een comment achter en push ook die subscribe-button. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Goodbye.